Het was in het vroege voorjaar van 1973 toen de journalist Gerard van Herpen langs dit kapelletje van monsieur Frenken liep in de tuin van kasteel Bouvigny. En daar deed hij een lugubere ontdekking. In plaats van een keurig verzorgd graf zag hij een groot gapend gat vol puin, water en doorgeknipte stukken betonijzer. De schrik sloeg hem om zijn hart. Wat was hier gebeurd? Waar was monsieur Frenken? Wie haalde het in zijn hoofd om het graf van de monseigneur zo open te halen? De vragen die Van Herpen stelde kwamen uiteraard de volgende dag in de krant en er ontstond een rel. En tot op de dag van vandaag weet eigenlijk nog niemand wat er precies gebeurd is. En daarom gingen wij op onderzoek uit. En wat we vonden is het verhaal van een heldendaad.